Het zal je niet ontgaan zijn, er is iets aan de hand met stikstof. De stikstofcrisis. Nederlandse natuurgebieden moeten beter worden beschermd tegen stikstof. In Nederland is de stikstofuitstoot het grootst per hectare van heel Europa. Over de invloed van stikstof op natuur heb ik uitgebreid gesproken met boswachter Twan. Het is een prachtig ongerept natuurpanorama, maar in de bodem speelt zich een drama af. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland nog maar 15% over en het neemt nog verder af. Denk aan onze insectenpopulatie. Insecten zijn van cruciaal belang voor onze voedselvoorziening. Kijk, die natuur is er wel zonder ons de mens, maar wij zijn er niet zonder natuur. Van de natuurgebieden in Europa staat 80% er slecht voor en wereldwijd worden 1 miljoen diersoorten bedreigd. Deze crisis is ontstaan eigenlijk door verwaarlozing. Door jarenlang rechtsbeleid is natuurbeleid een ondergeschoven kindje geweest. We hebben een uitbreiding gezien van de industrie, een uitbreiding van de landbouw, uitbreiding van wegen. En daardoor is de Nederlandse natuur steeds meer in de knel gekomen. Naast een klimaatcrisis zitten we dus ook midden in een biodiversiteitscrisis. We hebben gelukkig Europees beleid voor wat bescherming van natuur, maar dat is vooral het afschermen van bepaalde natuur. Wat we zullen moeten doen, is natuur zal moeten verbeteren. Natuur zal nog meer met elkaar verbonden moeten worden. Kortom, we hebben meer Europees natuurbeleid nodig. We hebben bindende doelen nodig om die biodiversiteit te beschermen en te verbeteren in Europa. Maar we hebben ook een discussie op wereldniveau. Eind 2022 is er een grote biodiversiteitstop in Montreal. En daarop hebben we een Europa nodig dat echt de kar gaat trekken. Zodat we ook stukken natuur gaan beschermen wereldwijd. Zowel op land als op zee. En wat ervoor ligt is dat 30% van die gebieden beschermd moet gaan worden. Ook daar hebben we een ambitieus Europa nodig. Maar dat is niet het enige wat nodig is. We zullen ook de druk op onze natuur moeten verminderen. En dat betekent bijvoorbeeld minder vervuiling in onze lucht, in ons water, in onze bodem. Wat we ook nodig hebben is bepaalde sectoren specifiek beleid erop. En natuurlijk hebben we het dan over de landbouwsector. De landbouwsector heeft een gigantisch effect op onze stikstofuitstoot. Dat zullen we moeten veranderen. Dat is niet op te lossen met alleen maar luchtwassers in stallen. Maar we zullen ook naar een nieuw verdienmodel moeten gaan voor de boeren in Europa. Zodat zij nog een goede boterham kunnen verdienen met minder druk op ons natuursysteem. En tot slot hebben we ook beter bosbeheer nodig. We moeten onze bossen in Europa beter beschermen. Daarom hebben we onlangs een wet aangenomen die er ook voor zorgt dat producten die leiden tot ontbossing niet meer toegelaten worden op de Europese markt. Dit alles samen kan ervoor zorgen dat onze natuur beter wordt beschermd.